Yo YouTube, vandaag, ja, dit is de DFG, Top Gamer Views. En ik laat jullie vandaag een Minecraft zien, server. Samen met vriend Tom, die is er nu even niet bij. En ja, ik laat de L33T server zien. Ik doe een link in de description, dus het maakt niet zo heel veel uit. Nou, ik ben, oh shit. Hij doet even niet er. Oh my god, sorry. Doe het. Nou, ik ben daar Sub Jimmy en ik kan vliegen dus. En als jullie ook joinen en dan kom aan en ja, wat schrijven in de beschrijving. Zou ik zeggen, ja, wat schrijven. Omdat het leuk is of zo. En dan mogen jullie van mijn stuff hebben op deze server. Nou, ja, ik ga even de spawn laten zien. Dit is de spawn. Ja, ziet er mooi uit. Gewoon zo. Dit is de spawn. Moet er daar even wat emmer op drukken. Ik ga er even voor zitten. Wat is aan het erop? Nee, dat maakt niet uit, joh. Wat boeit dat ik er fucking ga doen. Oké, dit is mijn skin. Yay! Nou ja, ik ga even mijn huis laten zien. / home. Dat, als jullie dat doen, dan kom je niet in mijn huis. En je kan ook set home, dat snappen jullie waarschijnlijk wel. Maar ja, gewoon chesten met dingen erbij en zo. Niet zo heel veel bijzonders. Ik kan ook veranderen in dieren. En ja. Is het eigenlijk wel wat ik wou zeggen nu. En ja, we zijn bezig op deze server met shop en zo. En jullie kunnen natuurlijk ook in die shop komen. Want dit is het begin. Tot nu toe. Nog niks is dat hoor. Maar ja, maakt niet uit. En ja, dit is de server eigenlijk een beetje. Mag ik even spawn een beetje meer laten zien. Nou, dit is de spawn. Je hebt daar ja, wat statues en stuff. Ja. Plaatjes, dat soort shit, weet je. Ik ben niet zo goed door met Minecraft. Ik heb dit gekocht op een of andere op deze server. Omdat het me leuk leek. Doe het. En hier, dit is in dit poppetje. Als je er kan vliegen. Ik zet er anders wel een warp. Wat moet, ja, set, warp, diamond, cell. Set, warp, diamond, cell. Oh, nou ja. Weet je, ik zet het aan. Ik zeg het, zet het zo meteen aan. Hier kan je... Heel veel diamonds, 64 stuks. Ik zal het even doen. Zo. Kan je dan verkopen voor 5000 euro. Nu heb ik 5000 aan mijn account toegevoegd. Als ik doe / money, dan kan je zien hoeveel money je hebt. Ik heb 2 miljoen 14.353 euro. En ja, voor de rest weet je deze server. Wij zijn bezig met een shop. Ik heb ook al heel veel warps gezet. Ik kan bijvoorbeeld doen warp top op de dop. Dat is mijn Minecraft naam. En die van Tom is Midian. Ja, hier kan je alleen donate doen nog. Ik was hier een grote shop. Maar nu ben ik sub Jimmy en wou ik het veranderen. Ja, het is niet zo heel veel. Stelt niet zo veel voor. En ja, je kan hier kan je helemaal view. Bijna view kan je helemaal gaan. Maar deze nog alleen niet. Ik heb er niet, geen zin in om te bouwen. En ja, ik heb een home natuurlijk. Dat is wel logisch. Ja, gewoon wat ik al net niet zie. En ik heb ook die warp set. Dus die shop. Dat is warp TGV shop. Ik zal dat even laten zien. / warp. Hoofdletters TGV. Laagsteepje. Shop. Dat is het gewoon. Dan kom je hier. We hebben nog niet zo heel veel gebouwd. In principe het is een beetje, we zijn nog bezig. En ja, dit is het begin van de shop. En je zal denken, ja, hoe kan je diamond plaatsen? Zo niet in ieder geval. Dat is onmogelijk. Ja, voor mij nog wel. Maar als je shift indrukt, kan je ze plaatsen. Normaal is het een shield, zal ik maar zeggen. En met lapis lazuli, dat is ook heel erg fijn om te weten. Dat zeg ik wel. Kan je een home protection plaatsen. Van 20 bij 20 geloof ik. Dus als je dan bijvoorbeeld in je huis in het midden lapis lazuli plaatst. Dan ja, kan niemand je grieven. Dat is wel handig als je grieves tegenkomt bijvoorbeeld. En ja, voor de rest. Ik heb een vriend. Die is sub-admin. Dus als je op deze server joint. Ik zeg alleen niet die naam, want dat is een beetje lullig. Maar als je deze server joint. De Epic server dus. Ja, dan mag je van mij wat spullen hebben. Gewoon. Ik geef gewoon wat diamonds. Iron. Full iron armor. Ja, sorry, ik ben een beetje bezig met de shop. Maar ja, voor de rest, join deze server.
Wij zijn zelf ook bezig met een server aan het maken. En als je tip hebt hoe je een IP maakt, alsjeblieft zeg het me. Want wij hebben een server wel, met IP van, ja, de server, met mc. Bla bla bla. Bijvoorbeeld mc.topgamerviews.com. Dat lukt ons niet. Dus als jij weet hoe dat moet, alsjeblieft, zeg het me. Het is echt belangrijk voor ons. Dat is de wereld. Nou ja. Zoals jullie zien, ik ben bezig met de shop. Hè. Heb ik al gezegd. En voor de rest, het is gewoon een server met voor de rest heel lelijke dingen. Behalve de spawn, die is echt heel mooi. Moet ik wel zeggen. De spawn, even wachten hoor. Oh, wat je ook kunt doen om bij de spawn te komen, is warp, spatie, en dan P, en dan 10 keer de O. Oh, warp. En kom je ook bij de spawn in de buurt. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. Ja, die warp heb ik gezet hoor. Niet dat het zo gestaan is. En hier, je hebt wat dingen waar je in kan, waar normaal niemand in kan. Maar als je wat vragen hebt of zo, vraag het. Ik heb ook mijn e-mail. Zet ik ook in de beschrijving. En dan kan je gewoon vragen. En als je wil weten hoe je dingen maakt, hoe heet het, een IP. Dan moet je dat ook naar me toe e-mailen. Of in de beschrijving, weet je. Het komt vast wel goed. En ja, voor de rest, join deze server. Dat is ook de eerste aflevering. Dus ja, misschien moet ik zelf vast wel wat beter kunnen. Je hebt shop bijvoorbeeld, warp shop. Kom je hier, kan je van alles kopen. Bijvoorbeeld, ik wil wool bestellen. Wil ik niet, maar ja, boeien. Kost 10 wool, kost 500 euro, dat is best weinig, weet je. Nu heb ik dus 10 wool gekregen. En de zettende kleuren zijn dit en zo. En je kan zelf ook... Oh ja, en je kan ook je geld kijken. Door slash money te doen. Of slash balance. Maar ik doe slash money. En ik heb 2.013.853 euro. En als je op deze server komt, krijg je van me wel 10.000 of zo, weet je. Komt vast wel goed. En ja, dat is het eigenlijk voor zo'n rest. En je kan ook dingen verkopen in een shop. Dat doe ik heel eventjes slash home. Wel belangrijk. Kijk, heb ik hier iets? Een sign. Nope. Nou, dan maken we erbij. Gewoon zo. Even je boot pakken. Oh ja, ik heb geen enchantment table nodig. Of crafting table nodig. Ik doe slash board. Bench. En nu moeten jullie niet gaan denken, oh dat probeer ik ook. Want dat lukt jullie niet. Dat moet je kopen. Moet je subgenie zijn. Net als ik. En als je dat wil kopen, bezoek deze website. De L3DT.com. En dan ja, dat is het eigenlijk. En hoe je verkoopt. Nou, wat je doet. Plaats een sign. Je typt, zal maar zeggen, naast de P staat zo'n soort hekje. Die klik je in. Dan doe je trade. Oh, trade. En dan doe je weer zo'n hekje. Die daarnaast, zal maar zeggen. En dan doe je hoe duur het moet zijn. $100 bijvoorbeeld. En hoeveel je wil verkopen. Ik wil bijvoorbeeld 10 diamond blok. Day blok. Dat kan je zien in je... Als je op E drukt in je inventory, zie je wat de naam is. En dan doe je dubbele punt. Dubbele punt. Shit. Dubbele punt hoeveel je erbij hebt. Ik kan het nu even niet laten zien, want de server is geclosed. Nou ja, maakt niet uit. Multiplayer. Maar ja, dat was het. Zal ik zeggen, dit is de Minecraft server voor vandaag. En... bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Misschien een beetje slecht geluid of zo, maar het maakt echt niet uit. Het komt vast wel goed. En zeg wel de slechte dingen, goede dingen. Maakt niet uit, joh. Zeg maar wat je wil. En dit is onze eerste aflevering. Ik hoop dat jullie leuk vonden, zoals ik al zei. Nou, later!